Leven wordt met mij de hele winter sliepen. Bij jou is dat een man als vier. We dogen van je meeste dwaren iepen. Schoolien die de warmte van elkanders lief. Ik krijg altijd meer last van mijn onthoud. Dat ik dat daar net op vertrouwen ken, zeg maar. En dat proces dat is een soort sloepende kracht. En die kist net onder controle krijg je altijd. Dus ik heb op een bepaald tijd gedacht van... het werd tijd om je oud te vragen, maar vond ik dit echt nog of vond ik dit niet meer? En toen heb ik van een optreden gewoon gedacht... dus ik alles aan doen om dat goed te krijgen. En als het dan nog niet slaagt, dan accepteer ik het dat... het podium dus niks meer wordt. En dat moment wie je Arun Sneun? Ja. Het is een stukje uittakeling. En daar kan ik me iets in verzetten. Ik kan het net voorkomen. De Friese taal is heel wichtig. Ja. Waarom? Ja, dat is omdat je het vooral samai maatje dat het zo gauw verhoort en verdwijnt een beetje. Want als de baas van het spul er zelfs net eens bij is, nou, dan vind ik van geen donder ons aan hele begrafenis. Spieter dat hij nou weer verkeerd komt. Ja, maar ik ken er net omheen. Want ik, hier wordt een dubbel gevoel altijd. Ik vind het wel een geinig liedje. Maar nooit het zo vaak vregenbaar bij optreden. Dus het is vaak het enige liedje wat ik net zelfs kreun. Op een grote vrouw. De meeste artiesten die het ophouden hebben een afscheidsconcert. Ja. Hoe zit dat met Doe de Veeman? Dat verdwijnt. Verdwijnt in de mist. Afscheidsconcert van waar? Van wat? Voor het publiek? Voor Doe de Veeman? Om jij te letten dat het net meer giert. Dat hoeft van mij net. Dat Jozef zei ook al.